Goedenavond, Donka en David. Goedenavond. Jullie zijn beide deelnemers van het TUBI-programma Take Me Out. Weliswaar in een andere positie. Donka, jij bent een van de 30 dames die in de smaak probeert te vallen bij een van de heren. En David, jij bent een van de heren die een van de 30 dames probeert te verleiden. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om zich in te schrijven voor dit nieuwe programma? Donka. Wel, bij mij was het eigenlijk de bedoeling om mee te doen aan de juiste prijs. Oei. En dan heb ik een mailtje gekregen, of ik interesse had eigenlijk, voor Take Me Out. Dat was eigenlijk eerst even van, wauw, Take Me Out, wat is dat nu weer? Zo'n datingprogramma. Ik dacht in mijn eigen eerst van, dat is toch niks voor mij. Toch niet voor iemand van mijn leeftijd. Maar dan, het heeft misschien 2-3 minuutjes geduurd. Ik ben direct van gedachten veranderd van, hey, waarom niet? En ja, voilà. En zo ben je er terechtgekomen. En jij, David, ook de juiste prijs? Daar had ik misschien beter aan deelgenomen. Nee, hoe is het bij mij gegaan? Ik woonde toen in Keulen. En ik kreeg een telefoontje van VTM, de VMMA noemt het. Of ik interesse had aan een nieuw concept. Ik wist eigenlijk niet wat het was. Als ik 2 keer had nagedacht of wist wat het was, had ik het niet gedaan. Maar ik heb dan gezegd ja. En ik heb dan meegedaan. En is dat tot nu toe verlopen zoals jullie verwacht hadden? Of misschien eerder voor jou, Donka, want jij zit er al een tijdje in. Oh, verlopen zoals ik verwacht had. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen gehad. Helemaal niet. Je doet dan zoiets mee, je weet niet wat je moet verwachten. Dat is nieuw. Hè, dat is een programma. Ineens ben je daar met 30 vrouwen, mannen die daar komen. Maar... ja, het is super. Het is echt, ik geniet ervan en ik heb er eigenlijk van genoten. Het was echt, heel die periode dat we die opnames hebben gedaan. We werden dan eigenlijk goed behandeld, echt op handen gedragen eigenlijk, de VTM. We kregen echt, alles. We werden verzorgd, ons gezicht werd, schmink werd gedaan. Alles. En als je er nu op terugkijkt, zou je het dan nog eens opnieuw doen? Ja. En jij, David? Want van jou ik nog niet. Nee. Jij nee. Niet? Nee. Je hebt andere. Maar voor mij is het anders. Donka zit er elke aflevering in. Ja, ik kom gewoon uit de lucht en binnen 5 minuten ben ik daar terug weg. Dus voor mij is dat heel anders. Het is wel zo dat het verschietend is als je uit zo'n lucht komt en er zijn opeens 30 vrouwen op het publiek. Je kunt je eigenlijk niet echt concentreren op het uiterlijk van de vrouw, want eigenlijk daar draait het om. Dus het is gewoon op goed geluk. Donka, David zei het juist al, jij zit al van het begin in het programma. Klopt. Voelt het niet vreemd aan om telkens andere vrouwen te zien vertrekken en jij die toch weer daar moet blijven voor de volgende uitzending? Moeten, het is niet van moeten, hè? Maar het is gewoon van, als ik afdruk, dan is het rood en dan is het voor mij gedaan, dus ik kan niet verder. Maar het is wel raar en niet raar eigenlijk, want het... Ik zou zeggen, ik doe mee tot de laatste aflevering. Dus er staat nog het een en ander mij ook te wachten eigenlijk. Maar wat allemaal? Is het een bewuste strategie om in het programma te blijven? Of nee? Nee, helemaal niet. Er zijn wel vrouwen die het zo hebben gedaan. Hè? Dat klopt, David. Dat ga ik niet ontkennen. We moeten daar eerlijk in zijn. Ja. Er zijn er effectief geweest die het... Maar bij mij is het ook eigenlijk van, ik geef de mannen een kans. Wat bedoel ik met een kans? Als je uit die liefde komt, zoals David daar juist zegt. je moet niet lachen. Ja, je komt ineens uit die liefde en je kijkt zo van, wauw, hier staan 30 vrouwen. Het is niet gemakkelijk. Maar dan vind ik het wel spijtig dat er heel veel vrouwen eigenlijk al direct beginnen af te drukken. En ik kan daar eerlijk in zijn. Waarom doe je zo eigenlijk? Omdat die zijn schoenen niet mooi zijn. Staat daar zo? Bijvoorbeeld, hoe staat hij daar met zijn benen open en zo? Ik snap eigenlijk niet wat die vrouwen verwachten. Ergens op Facebook komt er een reactie van de kijkers. En dan proberen ze alles terug te nemen wat ze eigenlijk dan hebben gedaan. Ja, en bij mij was het eigenlijk van... Ik wou altijd luisteren wat die mannen te zeggen hebben. Ik ga niet op de eerste indruk van... Oei, hij komt eraan en ik kan hier afdrukken, want het interesseert me. Nee, ik wil dat die persoon iets te vertellen heeft. Dus ik wil luisteren, wat heeft hij te zeggen? Maar oké, tot nu toe is het... tot de aflevering dat we nu hebben gezien... Is er eigenlijk nog geen ene man geweest dat ik kan zeggen van... Ja, daar wil ik toch wel een date mee hebben... voilà. Maar Donka, hier zitten er wel 2, hè? Ja, ik weet het. Dit zijn knappen. Joris en Tim, misschien. Hier zijn geen goede knoppen, dus nee, je kan niet afduwen. Wie weet. Donka, we gaan eerlijk zijn. Er wordt soms ook wel een beetje gelachen met de mannen. En met de vrouwen. En met de vrouwen ook. Dat is waar.
Donka, welke is de meest hilarische man die er voor jou gepasseerd is ondertussen? Want het zijn er toch wel al enkele. Er is één die me echt bijgebleven is. En dat zal bij alle dames zo zijn, niet alleen bij mij. Nee. Dat is de presentator. Gerry, dat is de schat. Maar er was dus een man. Hij was eerlijk, dat moet ik toegeven. Dus hij vertelde over zijn verleden. Dus het is meer een gigolo geweest. Maar op een gegeven moment begon hij te vertellen over zijn ex-vriendin. Dus alles wat je hoorde was altijd maar ex-vriendin. Alles wat ik ga doen, dus mijn ex-vriendin. Als ik een vriendin morgen heb, die moet dus het goedkeuren als ik naar mijn ex-vriendin ga. Ja, wat ga je dan doen? Dat ga je toch afdrukken? Wat kom je eigenlijk in deze programma doen als je constant over je ex bezig bent? Dus ja, die jongen is eigenlijk naar huis gegaan zonder een date. En een week later was hem terug bij zijn ex. Ah, voilà. Dus het programma is toch nog voor iets goed geweest dan voor hem. Zijn er ook heren waar je een beetje meedoet? Lijden mee hebt gehad, want ja, er waren toch echt wel wat zielepoten tussen ook. Hè? Zeg nu niet David van Hoeze. Die hebben we nog niet gezien. David komt in de laatste aflevering. Hè? En Donka heeft een groot bord met tijger omhoog gehouden voor mij. Ja. Of kan je dat allemaal een beetje relativeren en een beetje plaatsen? Op die moment? Want het is een spel, het is een programma uiteraard. Ik zeg altijd, nobody is perfect. Ik begin altijd bij mijn eigen. Ik ben ook niet perfect. Dus wat mij niet bevalt, bevalt wel iemand anders. Dus ja, om te zeggen zielig. Ja, dan kun je ook zeggen, die vrouwen zijn zielig, wat zij doen. Hè, want er is een dame, ik ga nu geen naam noemen, de laatste aflevering, jij weet wel wat ik bedoel. Ik zal de namen noemen. Ja, jij zal dat doen. Sst, je mocht niet van mij. En ik vond dat wel een beetje overdreven, omdat die jongen dus zijn t-shirt heeft uitgedaan. Hij was met die bal, hè, om te trimmelen zo. En ze zeggen, een bal? Voetbal. Ah, okay. En ze zeggen op een gegeven moment van, ja, hij staat hier half bloot. Op wat trekt dat nu? Ja, ik heb een aflevering, want ik volg eigenlijk niet, ik heb een aflevering gezien waar een bokser ook topless was. Ja, van dat was eigenlijk het tegenovergestelde effect. Mm-hmm. Dat vonden de vrouwen dan wel positief. Dus wie snapt de vrouwen tegenwoordig nog? Ja, wij vrouwen. Dat vind ik een heel belangrijke vraag, een heel belangrijk statement, David. Ja, maar dat kunnen wij ook zeggen over de mannen, hè? Wie snapt de mannen, hè? Wel, we zullen zelfs nog eventjes verder babbelen dan nog. Maar is dat nog een voorbeeld? Sorry, maar het is niet altijd vrouwen. Stel je voor dat er nu 30 mannen er zouden staan en één vrouw. Ik denk dat hetzelfde zou gebeuren. Denk ik, hè? Wel, misschien gaan we daar eens een programma over maken. Een voorstel doen bij de VRT of zo. We kunnen proberen, maar ik weet nog, ik herinnerde mij, en toen heb ik de uitspraak gedaan tegen jou, Joris, het enige wat vrouwen interesseren is het uiterlijk en geld. Ik herinner me nog de persoon die daar naar beneden kwam, jaar of 45, buikje, toch niet de knapste mens. En zijn uitspraak was, ik kom uit Berchem, geloof ik, en Monaco. En plots drukte er heel weinig vrouwen maar af. Nu moet je wel oppassen, want dat is toevallig wel een vriend van haar. Ja, dat is een vriend van mij. Nee, ik heb niks tegen die persoon, maar ik bedoel gewoon de reactie van de vrouwen op dat moment. Donka, geef even wat uitleg. Voilà, Peter, die heb ik leren kennen dankzij Take Me Out. En ik moet zeggen, dat is echt een super, super toffe man. Dat klopt, hij woont in Monaco en hij woont in Braschaat. En ja, er zijn vrouwen die niet afgedrukt hebben. Ik weet het ook niet. Er zijn die wel hebben afgedrukt. Is het nu om het geld te doen? Is het om het uiterlijke? Ja, dat is een vraag. Bij de een is dat wel, bij de ander niet. Dus je kunt niet iedereen... De vrouwen hebben daar ook geen lijnen. Ik wil zeggen, in de ene aflevering zeggen ze dat. En in de andere zeggen ze weer iets compleet anders. Dus... ik wou het juist zeggen. David, jouw aflevering is... uiteraard al opgenomen, maar nog niet uitgezonden. Wat mogen we van jou verwachten? Je hebt juist al een aantal dingen gezegd. Tijger, ga je... Tijger, wat weet ik nog? Er is één vrouw die zei van, het is de eerste mannelijke man die ik vandaag heb gezien. Dat was heel in het begin van de opnames. Zeg, David, weet jij nog wat ik gezegd heb? Nee. Ah, dat is goed dan. Wat heb jij? Dat weet ik niet. We wachten gewoon af. Hè. Heb ik iets gezegd? Geen idee. Ik ook niet. Nee, maar wat was uw vraag? Wat we mogen verwachten van jou? Heb je gedanst? Eerst en vooral wil ik nu al zeggen dat ik de mensen zullen me niet herkennen. Per geluk. Want ik had toen echt wel heel veel blond haar. Ja, dat klopt. Ja? Heel veel. In de Javelgest ook. Dat was eigenlijk een reactie van de vrouwen, dat ze niet zo op geblondeerde mannen vielen. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn minpunt. Maar nu is je haar natuurlijke kleur, als ik mijn het zo zie. Haar is natuurlijke kleur, dus... ik zie er beter uit.
Maar wie weet, misschien heb ik toch nog een date. Wie weet, wie weet. Wanneer wordt die laatste aflevering, of de aflevering waar jij in komt, uitgezonden? Kan je dat nu al ongeveer... Ik heb geen flow idee. Geen flow idee. Dus blijven kijken. Nu ligt het eventjes stil, Take Me Out, met de voetbal. Ja, maar klopt. Normaal gezien, Donka, weet jij wanneer het terugstart? Normaal was het dus de bedoeling geweest dat de laatste aflevering de 9e maart zou zijn. Maar met die voetbal, dus verschuift alles. Nu, ik weet niet hoe lang dat de voetbal duurt. Dus als de laatste week van de voetbal is, de week daarop is dan terug Take Me Out. Ja. We hebben het juist al even gehad over de laatste uitzending. Ja. Donka, kan jij ons vertellen of je in de laatste uitzending nog een man gaat vinden? Dat kan zijn dat ik een man heb, dat kan zijn dat ik er 2, 3 heb, dat kan zijn dat ik een vrouw heb, of ik weet het niet. Dat moet er allemaal vanaf. Blijven kijken. Alle pistes blijven open. Wel, wij gaan even onderbreken voor een pauze. We zijn er zo dadelijk terug met het tweede deel met Donka en David van Take Me Out.